€20 inkom betaal je als je niet uit de regio rond Boom komt. Het was een maatregel die voor veel controverse zorgde in het openluchtzwembad van Boom. Maar de gemeente heeft er wel mee bekomen wat het wilde. Nu zien wij vooral terug heel veel gezinnen met jonge kinderen. Tegen vroeger hadden wij voornamelijk meer jongeren ook wel, maar wel jongeren waar we iets meer miserie mee hadden. Op den duur was hier zo vol dat het eigenlijk niet meer aangenaam was om te komen. Dus wij kunnen het alleen maar appreciëren. Deze graszone zat vroeger altijd vol met jongeren uit Brussel. Die zorgden voor veel overlast. Gevolg Boom werd een openluchtzwembad met een grimmige sfeer. Maar dat imago is het nu van zich af aan het schudden. Vroeger was hier wel een beetje meer vandalisme. Ik weet niet wat vechten, dat weet ik. Maar nu, super toch. Ja. Dit zwembad leent er zich ook toe om veel mensen met kinderen te ontvangen. Maar die bleven de voorbije jaren toch wel weg. Nu vinden die terug de weg naar het zwembad. En dus heeft het strenge beleid iets opgeleverd. Is het nu aangenamer om hier ook met kinderen te komen? Ja, toch wel. Zoals je ziet, het is niet mijn kind. Dus ik heb geen probleem mee om iemand anders de buren. Dus geen enkel probleem. Dus, ja, die kom je graag spelen hier. Is die leuk? Ja, voilà. Kom maar nog eens terug. Ja. Ja, voilà. Dus het is hier goed kindvriendelijk. Zeker en vast. Zoals je ziet, super mensen, goede sfeer. Ja, ja.